Hey, het is mijn Nibba Gutsman en Rol. En wie ben jij ook weer? Ik ben Clyde. Wie? Clyde. Oké. Hey, what the fuck, guy? That's not very cash money of you. Nee, ik ben stop this wrong. Notice, I stole these puny daffies from some kids that broke in. I just customized them a little to attack Megaman.exe. Okay, whatever. What's wrong? Can't get your Mega Man to delete them? Yeah, this is really low, you coward! I can't delete them, they're my friends. Friendship! Now that's stupid! Stupid! Talked about friendship in a bad way. Circle. I have no such handicap. Well, delete Mega Man! What my waifu! Yes, I will delete Megaman.exe. Whoa, no, it's me, Megaman. Don't you recognize me? Nya, she's not stopping. Megaman, let's walk. I mean, I don't know what to do. Vlad, it's no good. I can't take anymore. These stars are annoying. The clients van daar staan. I don't know what. I'm way too interesting not to do anything. I'm not interested. Nani? Who are you? Mega! You mean you can't tell the real me from a fake? What the fuck? Guys, Rol, what's going on here? Friendship! I leg alles uit. It looks like we made a way to tell. I'm sorry, Mega, but this was all our fault. Hey, more importantly, you came. To help me. Still, I would have hoped you could tell a fake Rol. Well, I'm sorry, Tsubasa-sen. Well, do it again and I might just delete you myself. Oh, give me a break. Haha, wait, if you're all here. We're here too. Hi, Alan. Ik heb jullie niet gezien hier. Jullie waren hier rejected al die tijd. Hebben jullie ninja skills geleerd? You like your friends, do you? Have some more then. Well, everybody. Oh no, not quota, man. What do you think? Pretty good copies, if I say so myself. Megaman, you up to this? I'm a little hurt, but I can't let the guy. Oh no, Megaman's too damaged. Plus the attack, Megaman, releasing in 5 seconds. Execute. But the echte part, where is he ook? What the fuck? Will it something make it? Who's the foul imposter with the first name? Quota, man. Your Jolt, the official's ace net battler? What's the foreign disruption force doing? They're in La La Land now. Make me break the sweat too. Bah! Jolt, what a relief. Then. Zo diep geconcentreerd op zijn fucking. Ik ruik een kaas tosti. Kijk heel erg naar kaas in ieder geval. Charles was weer even bezig met zijn kaas tosti. Deze alles aan het maken met al die radiatie hier. Ja. Ik heb steeds de radiation. Wat is dit? Kids. Healthy life. What the fuck are you on about? I have to try this. What's wrong? Never thought you'd get this far, but you're too late. Buck. Fusion is complete. All that's left is to press this button. No, don't press the button. I'm gonna press the button. Don't do it. I'm gonna press it. Ah, yes, the super navi base. Oh, hij is cannon nu. Fuck. Oh, man. Nou, dat is wel verloren. Hoe gaan we dit verslaan? Fucking base. I know, right? Oh. No, not. Ah, the officials have heard of base, I see. Child, what's this base? You know, you use it for music and shit. Invisible Navi that can record chip data. No one ever believed it could exist. Like Gospel Space Project.
in his create base, and now able to beat unlimited numbers of them. I'll instantly rule the net with an army of base. Then all the military might and money will be mine. Well, that is connected up the internet, circles. It's like the future is the internet. King of the world, then my base project will have succeeded. We'll never let that happen. Mega Man! Right, an invisible Navi. Even if I can't win, I won't lose, Peter. Even if I can't win, I won't lose. Thanks, Shiro. You think I'm about to let you get deleted? No way! You won't die even if you get killed. Please, he's not gonna die over such a little thing as getting killed. You come from the anime on the retarded lines. A school festival is a festival we hold on our in our school. Really now. Thanks, Captain Obvious. Thanks, Lemelia. Len! I know, we're here at last. Facing Super Navi, base. Now base, begin Project World Domination. You can start by deleting the Navi in front of you, gladly. Battle is my forte. Ah, see, it's a word grap, but forte is in, like, Japanse naam. Ready when you are. Okay, let's do it. Battle routine set. Execute. Okay, it's fine. What is this a team? It's fine. Top tier. Yeah, that shit is like. Hey, why is zijn aura? Yeah, right? Dat was de laatste keer zo'n fucking probleem in het eerst toen we het speelde. Ja, dat was niet eens het ding, hij schat gewoon maar wat. Dat is gewoon clever. Heel vreemd. Nou, hij had altijd wel deze mitrailleur dat hij één keer schiet, maar... Maar meestal heeft hij meer, weet je wel? Hij had meer oomf erbij, weet je wel? Hij had meer... Ja, energie en wilde altijd wel iets doen, maar nu voelt het een beetje alsof hij zijn koffie niet heeft gehad. Like, legit. Misschien is dat wel, hij heeft zijn koffie niet gehad, hij heeft geen oude gebruik zonder koffie, weet je wel. Alright. Ja, het is duidelijk. Wat is dus niet dom genoeg aan mijn bomwerpers te lopen? Ja, gelukkig. Well, I guess we hebben hem nu al verslagen, hè? Wel, dat was makkelijk. Dat is raar. Ik denk dat ze zijn gekste aanvallen gebruikt. Nee, toch? Weet je of die keer toen beest een pingpong kwart dat je toen gooide met een ijsbeer erin? Wat raar. Alright. Oh, maar niet zo raar als vandaag. De bugviews was incompleet. Hey, wacht eens even. Ik ken jou. Ik heb jou eerder gezien. Je was eerder jong op tv of niet soms? Nee, in de vliegtuig. Oh. Oh. Vliegtuig. Ja. Ik zou toch zeggen dat ik hem zag in de supermarkt toen hij een keertje like, ijsjes ging kopen. Je nee, toch? Nee. Dat was iemand anders. Just, well, why don't you stop? Don't you think you're just hot so you can make fun of me too, huh? 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 What are you talking about? I'm not making fun of you. You can't fool me, I know how it is! Well, I just didn't have enough server power! Weet je, als dit de echte leven was, zou hij gewoon een school shooter zijn geweest in plaats van dat je daar op via. Take this server power 100%! Oh, nou, dan klikken de kijkers! Yeah! De radiatie! Het maakt me sterker! I just got pickles all over. Ja, het is speed 2. Oh no, Len. The radiation is over 50k times normal. Het is alsof we door fucking zwaartekrachttraining heen gaan. Hey you, stop. Don't waste the server power any higher. You can't tell me what to do. No one can. Tell me what to do. No one can. I'm telling you, you're going to hurt yourself too. Jammerl! Nee, zij. Shut up. You're quiet.
F1, shot, get out, you'll die without suits, man. I got more radiation from your shitty Reaper attempt than I did from the radiation. Fuck up. No way, what about you, Len? You're a danger and I'm not leaving without you, I'm fighting too. No, it's too dangerous. That's exactly why I can't leave you behind. No, Len's right. We have to trust him on this one. Trust Len. I'll be fine, I'll catch up with you guys, I promise. I have the power of friendship on my side. Yeah, cross my heart. Okay. Okay, Len. But I'm leaving my heart. I'm leaving my heart with you! I got it. Nice. And I'll bring it right back. Promise. I'll bring it right back with some semen as well. Wait, what? Stop, you guys. You're making me blush. You're gonna fuck, aren't you? Alright. It's like Claude is daar gewoon in de cringe daarnaast. Gewoon like, oh god. It's not sounds cringe. It's like, ugh, it is fucking dumbass. For your sake, I hope you know what you're doing. Of, ik heb niet gezegd dat jij hoeft te gaan. Wait, what? Ready or not, here I come! Oh ja, jij was hier. Oh, we zitten weer Smash te spelen, motherfucker! Neem me serieus! Ja, je begrijpt niet, deze superpower is gepowered door Smash. De meer Smash spel, de hogere superpower, de meer Minecraft spelers tot Minecraft kan komen. Dit is een weird combination of stuff. Ah, dus. What's happening? Radiation is 100 times normal. You're super cold. Why you feet will move? Superpower 200%. Ah! Prepare to face the real base. Len, are you okay? Len? I can still move my hands so I can use my PAT. Oh fuck. This is the real base. Base, lead him. Don't muck it up this time. Nobody hurts my land like this and gets away with it. Ah! Kakakoo! Base, what's wrong with you? He turns into a baby. Kick, kak, kick, gloot. That's lovely. All right. Oh my god! So that's what you really look like. Haha, not bad. Now delete them. Ah! What now? That's an order! Didn't you hear me? Len, Mega Man, do you read me? Barely. I don't really read you, I can kinda hear you though. Dad, I just found out there is a major flaw in Cosmos Supernova development plan. You can't make a supernova through bug fusion. What you get is a super multi-bug organism. Dad, let us be quiet, Mega Man. Dad, so you mean that this isn't really base? What? The multi-bug organism has already been created. If that thing gets loose, it will cover the netted box. Oh no. Then it will be the box ruling the world, not Cosmos. Len, you and Eggman have to delete the multi-bug organism. Dad, leave it to me. Len, what's wrong? Are you hurt? It is nothing, Dad. Bye, I'm hanging up. I'm going to that all that. Die pick, horen. You have to do this, Eggman. Sorry, I got door the tunnel heen, pa. Sorry. Gah! What? Whoa! Superpower's increasing on its own. Ik wil niet zoveel Minecraft spelers in mijn Minecraft server, jezus! I didn't do anything! If this goes on much longer, nothing human has a chance! LEN! Please hear me, please! LEN! Netto! Oh, ik weet dat Netto is, ben ik. Who's there? That voice, so familiar, LEN! LEN! My father! Oh. Is that you? You can hear me. Phew! It's me, Len, your brother. It's hard to hear you. So dark. Where am I? You blacked out and then you got stuck in the radiation bay. Oh, wait. If I'm stuck like this, I can't operate you. I'm sorry, Hop. You have to try, Len. I'm your brother, Hop, but I'm not. I'm Mega Man EXE. I need you, Len. Mega Man.exe. Huh. What? How can I? Okay, listen. I'm going to put my heart program into full sync with you. It's not bad if you can't use your arms or PAT.
You'll be able to operate the original Kokoro. But how am I supposed to put chips into you then? Don't worry about that small just detail. Just imagine it. Just fucking imagine it. Shut the fuck up. And ever brothers and more. We're not friends. Friends. Okay, I'll give it a try. Let's get that multi-pop organism. And gospel too. That's the spirit. Mega Man, well, you read me? Loud and clear. Okay, let's walk again. Battle routine set. Execute. Dus leuk feitje. Gospel like, is eigenlijk de Japanse naam van Travel, want de naam is van Wezen's Hond. Ah, that's cool. Buiten dat, in de anime, zoals ik al zei, Mega werd geslagen en werd gebukt door deze like, baas. Waardoor de Bugs heeft hij eigenlijk gewoon een nieuwe stijl gekregen, vanuit de Bugstijl. En heeft hij de Bugs geobserveerd, samen met Hondgevoel. Hij heeft natuurlijk de hele fucking netwerk geobserveerd en opnieuw gebouwd. What the fuck? Bugstijl was dus zijn sterkste stijl. Ah, oh, right, dat is ook een stijl dat ik moet gaan fucking halen wanneer ik denk ga spelen. Ben ja. Heb ik 3. En volgens mij heeft het wel wat goede dingen als je het, like, mastert en zo. Met goede programs en zo. Ja, het kost wel eens natuurlijk een stuk moeilijker. Je kan alleen maar raken wanneer deze bot over is. Deze fucking bugs gooien het niet uit de grond. Dan doet hij deze fucking shock, like, shockwave aanval. Hij heeft ook een flammenwerper. En wanneer zijn like, HP laag genoeg is, dan kan zijn hoofd veranderen in sommige wapens waar je tegen volgen. Of een gigantische drill. Ik weet niet waarom hij een gigantische drill verwandt heeft, maar goed. Nou, ze waren een fan van Gurren Lagann Away. Maar hier is het probleem. Ik heb al Gator. Plus 5. Anders wat Jesse hoeft te doen is niet een NS-actie gooien. En dankzij dit, like, gaat hij nooit like, de andere speciale aanval laten zien. Dus ik heb zo'n beetje de laatste baas gecheat. Nee, gecheased, we'd call that. I guess so. Maar het is like, I don't know. De volgende keer wanneer ik, like, wanneer ik super hard mode doe, dan laat ik het gevecht wel opnieuw zien. It's like, fuck me. Ik heb hem helemaal verneukt nu. Alright. By the way, die vuuraanval is like zijn battle chip. Ja. Dat herinner ik me nog wel van de dingen die ik had gezien. Ja. Maar kijk, fuck, mijn hoofd begint te draaien door de achtergrond. Fucking hell. Oh, ik ben moe. Is dat zo'n fucking die moe bent? Dammit. 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 Damn it, He keeps sucking me in! He keeps sucking! Oh my. Damn it! Was een water? Hij kan verschillende teams. Hij heeft een cash-pong element. Oké, waarom deed dat? Waarom deed dat, indeed? Dat de misclick was. Of nee, wacht. Ik wil gewoon laten. Ik wil gewoon kijken of hij wil like, iets andere aanpak in gebruiken. Het is gewoon map doen. Ik zeg fuck it, word hem maar. Dus ja, de volgende keer dat ik gewoon, like, wanneer ik super hardcore doe, laat ik jullie zien wat het doet. Ik ga niet gelijk de postgame doen though, want het kan zijn zeven was het verwijderen of verwijderen voor de postgame. Dus de postgame wordt waarschijnlijk later. Like, misschien later dit jaar en zo. Maar goed, we hebben het gedaan, we hebben er nog steeds voor gestopt. Nice. Ja, we hebben het terrorisme beëindigd. Samen met Protoman, weet je wat? Waar is Chad? Hij zit gewoon achter in die tossie nog steeds steten. Ja, ik ruik het nog steeds. Niemand heeft gelijk flinke tossie zitten pakken, zeg jezus. Je kan gewoon de hamkaas ruiken. Nou, dat moet wel lekker ruiken. Weet. Oh, nu, jij eet eigenlijk geen hamkaas en shit. Nee. Can you hear me? It doesn't look good. He was in an electromagnetic field for the longest, huh? What? There's something on the floor next to him. A book? I'll check it out. It was an old diary with one newspaper page stuck inside. This news article was about that plane crash 5 years ago. Right, there was a bug in the plane. Oh, the bugs, I see. The big news was the biggest net crime ever.
So, what did this have to do with him? Let's read the article. They learned many things from that journal. How the boy's parents had died in a plane crash. How afterwards he had lived with his cruel relatives. How his parents' fortune brought him little joy. How he had grown to distrust everyone but himself. And more than anything else, how lonely he was. Dus ja, hij is like, zou ze doodgaan in een plane crash, dus hij moet like onder like abusive parents zitten, like abusive relatives zitten. En iedereen in society heeft hem achtergelaten, dus hij haat de society en like vertrouwde niemand. Dus dit is wat gebeurt met Bruce Wayne als hij niet, door zijn butler werd gezorgd. Huh. Ja, zo'n beetje. Hij zat onder de Batman Who Laughs worden. En dus weet je wat een Red Death is? Maar. Het is wanneer Batman slecht wordt. En samen fused met de Flash. Wat? Een Flash? Hij fused samen met de Flash. Krijgt super speed. En vermoord like zo heel veel mensen. Gewoon wil ik van. Om. Ja. I hate this world. I want to die. Jesse.png. So hey, of course we'll be punished for the crimes. See? Everybody hates me. Jesse.png. But what? Once you've atoned for what you did, I promise I'll be your first friend. What? And then, finally, the world was at peace once again. Gospel was disbanded and the fear of net crime was no more. For at least a year or so. The boy was arrested. But I told Dad about what we read in diary, so I think they went a little easy on him. A little, I hope. What about us? Well... Yo, Len, what's the hold-up? Come on! Len, we gotta hurry! Right. Okay, I'm going already. Hey, you brought some sticks, right? Huh? But you're late. You gotta follow my orders pronto. What's your problem? I bought these for you, you fucking dick. Well, I guess it is because of you we're able to camp again. Thanks, Len. What? Well, it wasn't all me. I mean, everyone helped out. Oh, shut the fuck up. Yo. What the fuck is with the yo so again? Yo. What again? Jeez. Hey, Len. You still have to come up here. Hurry it up. Okay, hold on a second. God fucking damn it, that's what you get for saving the world twice. Ninja! What the fuck? Huh? That's good, you're catching all kinds of fish. When did you learn that trick? I'll teach you on the... why not? I fouled. Yeah, that's actually fouled. sorry, I gotta hurry and cut the eye. Dan terugdenken aan de ene keer toen mijn collega like, voor de grap een doos wilde gaan trappen en hij kleurde heel erg mooi. What's so much is now you can observe my fabulous cooking. I'm quite domestique. Never heard of that word, fuck oh, off. Oh no, Len, I forgot the cutting knife again. Oh for fuck's sake! Are you even serious right now? I am not a kid! Oh, you... What is it, Len? Oh, a cutting knife? Alright. But it's been such a while since that game alone camping. I've been so busy. Sorry, Mom. Wait, do they even have names? Yes, one is Dr. Hikari and the other one is Len's mom. What? Dad! Sorry, Len. Thank you, too. Say, since I'm free now, let's play. Alright. Len, you coming? My. We better get going, don't keep the door waiting. Now, he's not going there to get back at you. Oh, really? Hey, Dad, I'm gonna get some milk. Oh, no. Oh, no. Oh lord, turning all of it. Let's go! Chad, since when did you get here? You're late. Huh?
Oh, Len, I already got a knife on chop. Motherfucker is trying to steal my girl! You motherfucker! But Mel, what, you were late. John is on the other hand, but he's very kind. Let's fuck him. What the fuck NTR bullshit is this? Because your knife's also important. Which one to lose? Both. At the same time. Woman, can't live with him, can't live without him. Am I right? Am I right? Am I right, Dagman? Am I right, Gibbs? But in my way, chop, chop. Chop, chop. Shot. What? I hate myself for saying this, but you really helped me out this time, thanks. I want to say you aren't worth my attention, but you're forcing me to recognize you as a wife for that. I can't be fucking 3 keer verslagen, fuck off. Ah, it's the Piccolo effect, weet je wel, waarbij je eerst een rivaal bent en dan komt Vegeta. En dan komt iemand anders. En dan komt iemand anders. I just followed Chad's orders. Ah, fucking fence sitter right there, fuck off. Fucking Sentris, get the fuck over here. Nou, kijk, sportmanship. Waarom zit Dex nog steeds te huilen? Get over it already. Why are you all alone, Dad? Don't tell me work again. Well, it's about him. What is it? Well, it seems as though someone's been working backstage. Well, it seems someone might have been manipulating him. Every time he accessed the net, someone was working his unconscious. He believed he created Ghostcoin for the base project. But there's a high chance it was at another's instigation. I see. Peace has returned, but Dad's work is far from over. Oh well, if something happens again, we'll be ready. Yep. Vanaf het begin en vanaf het einde. De Alfa en Omega, hè? De Alfa, snap je? Oké, okay. The food's almost ready. Food. Indeed. Cheers, kanpai, let's eat. This is great. We can camp to our heart's content, right? Yep. No one can ruin this day right now. Hey, hello, I'm a woman. Oh no! Is everyone all finished with the homework? Oh no! Oh no! But teacher, we were too busy. We're saving the world. Yeah, so much has been happening. I also totally... Len, don't tell me. Oh fuck. Ah! Oh no! There's fire coming from the stove! Oh no! Even Speedo Wagon was shot. There's fire coming from the stove! See, Len, you haven't done your homework. Sorry, but I don't have time now. Make him, Len. Let's go. You're not gonna save yourself from jacking, only Mega Man from this punishment. De hele tennis met de terrorisme gestopt. Die did it. Stop racism. Ah ja, Mega Man 2 was een grote verbetering op vele manieren. Just like, sucks dat de backtrack in de hell was. Ja, dat is het hele probleem, maar like, de soundtrack is fijn, het is Benedict 1. De grafiek zagen er cool uit, I guess. De graphics zijn like, nog steeds een beetje hetzelfde, het werkt, I guess. Maar weet je, like, het gaat om like, allemaal andere dingen, zoals like, hoe het internet nou heel erg uniek is met elke like, internetplek. Je raakt minder vaak vervuild. De battleships zijn wel iets beter met Benedict battleships en alles. En het systeem werkt ook beter met de nieuwe ad-button. En het verhaal is wat meer interessant op Battlefield 1. Het is nog steeds een fucking cheesy shit hier en daar. Maar het voelt alsof er meer een basis hier is, weet je wel. En of er ook meer een like, dread is hier, ook al is like, alles. Ook al is het een beetje meer edgy als fuck, alles is nog steeds van fucking dobbels fuck, weet je wel. Ja. Yeah. And a good kind of edge. Ja. Yeah. Maar het was compleet unnecessary. Je sprong over een heen om een back, zei ze dan? Je fucking dick. Oh no. Ah, de spin beweegt! Ik heb nog eens enig secret stel. De vorige gedeelte door Jess. Wat Jess zegt is zo'n beetje waarmee ik mee eens ben. Het enige probleem is gewoon de backtracking. Gewoon bij chapter 10. Jesus Christ, dat was compleet onnodig. Ja. Maar ja,
er waren heel veel goede dingen aan het spel. De postgame is ook zo'n goede dingen eraan. Dus ik ben heel veel te gaan doen later. En de style changes maakt ook alles veel meer interessant met alle elementen en alles. Dat is een perfecte stap in de juiste directie. Maar het is het gevoel voor het spel waar je kan en waarschijnlijk denk van ja, dit is het beste van deze van de eerste trilogie. Yep. Dus ben heel tot Ennis het volgende spel doen, want Ennis is de volgende hier. En ik weet niet wanneer Ennis dat wilde gaan doen, want hij heeft toch genoeg te doen, maar wie weet, we zien het wel. Nee. Nani, World 3? Wat is dit? Wait, Base? Maar we hadden het laatst al verstaan. Base by Judgments. Still not a buffoon over here. That rotting weakling? Human! Manipulating pets if I can't. But breeding copies of me? That I cannot permit. Humans, worthless creatures. One day, they shall face my judgment. Dat was misschien de echte wees. En ik ben één fucking... Ik ben best wel ver gekomen met de battleships. Maar ik ben één fucking, like... Ik ben één fucking, HP memory vergeten, blijkbaar. Ik weet niet eens waar. Ik was weer dat ik alles goed had verzameld. Maar goed.